het is belangrijk om van elke ervaring te leren om het een volgende keer nog beter te kunnen doen. In Living Labs, governments, businesses, knowledge institutes and civilians work together to solve societal issues. En als Living Lab ga je eigenlijk op zoek naar, hoe kunnen we werken aan een duurzame toekomst. En je weet van tevoren niet precies hoe. Dus het is een gezamenlijke zoektocht. Daar kom je allerlei problemen tegen, hindernissen, belemmeringen. En dan wil je graag evalueren met elkaar, want dan word je beter van. To keep track of the functioning of the Living Lab systematically, researchers of VUR developed an assessment framework. This framework indicates the capabilities that are necessary for the proper functioning of a Living Lab. It assesses the motivation, design and setup, interactions, actions, image and reputation, products and services, and the outcomes and impacts of the Living Lab. We werken samen aan een goede toekomst voor het Groene Hart, voor het landschap en de melkveehouderij. We hebben het raamwerk gebruikt in een sessie met alle partners om te bespreken van hoe willen we eigenlijk de toekomst in en wat moeten we aanpassen aan onze samenwerking om daarop voorbereid te zijn. For design and setup, the framework looks at how resourceful and how relevant the Living Lab manages to be. Nou, in eerste instantie willen we relevant zijn voor de mensen in het gebied, dus de boeren en de inwoners. Maar we willen ook dat anderen kunnen leren van wat we doen. Dus we doen het niet alleen voor het gebied, we doen het ook voor de rest van de provincie, de rest van het waterschap. We doen het zodat de bank allerlei ervaringen op kan doen en elders weer kan toepassen. En als Wageningen brengen wij de ervaringen ook weer naar een internationale gemeenschap van wetenschappers. Besides the setup of the Living Lab, the evaluation framework also looks at the interactions with other parties in and around the lab. We betrekken alle partijen die in het gebied zitten, zowel overheden, boerenorganisaties en alles daartussenin. Die zijn betrokken. In zo'n ontwerpproces, dat heeft meerdere sessies, wordt met een groep boeren werken we aan een technisch inhoudelijk ontwerp. Dat checken we bij de stakeholders. En die informatie nemen we weer terug mee naar de boeren, maken we een vervolgstap. En zo is het een parallel sessie, gaat dat de hele tijd heen en weer. The framework also looks at the interactions between various partners, as well as how connected they are to other initiatives. Het is super belangrijk om op de hoogte te zijn van wat voor soort initiatieven er nog meer spelen die ook aan het verduurzamen van de landbouw of de landbouw van de toekomst werken. Om gedurende het proces, het liefst aan de voorkant al, die afstemming te zoeken en van 1 plus 1 hopelijk 3 te maken en niet anderhalf. The framework also looks at the outcomes and impacts of the Living Lab. How effective is it? Every Living Lab works on specific problems and is aiming for different outcomes and impacts. Participants decide for themselves what outcomes and impacts they strive for and evaluate how much they achieve these. Het maakt eigenlijk een samenwerking ook en de resultaten en de effecten daarvan weer tastbaar. En dat is echt waar we naar op zoek zijn. Projecten en resultaten in hoeveel rapporten je het oplevert of hoeveel CO2-vrije frieten je in de markt wegzet. Dat zijn echt harde resultaten. Maar bijvoorbeeld samenwerking, hoe evolueer je de samenwerking en wat heeft het voor een beweging gecreëerd in die buitenwereld en wat voor lessen hebben we eruit gehaald? Dat zijn weer echt resultaten die wat softer zijn, maar die je daardoor wel weet te vatten. By using concrete questions for all the required capabilities, the framework provides an insight into the functioning of the Living Lab. It forms a basis for a better collaborative search and it provides insight into the transitional process. Nou, het is juist heel belangrijk om er inzicht in te krijgen, omdat het ook heel veel tijd kost om te investeren in een samenwerking. En daar moet je je bestuurders ook in weten te overtuigen dat je die tijd krijgt en misschien ook wel wat geld om echt te bouwen aan een langdurige relatie met die partijen en te werken aan een vitale samenwerking. This evaluation framework can be used in a flexible manner. It can be used in its entirety or partially by participants or an external evaluator. It can also be used for a quick scan. The evaluation framework helps partners within the Living Lab to be even more effective in achieving their goals for society.